Ik ben Bart Pennings. Ik ben engineer bij Hanskamp. Ik heb samen met mijn collega's het Spider-systeem mede ontwikkeld. Het systeem is een gebruiksvriendelijk systeem om je koeien te voeren. Omdat het systeem een eigen wifi-netwerk maakt, kun je daarmee verbinden met je telefoon of met je tablet of met je pc of met je laptop. En daarmee kun je eigenlijk al heel snel en heel makkelijk in het systeem komen. Het systeem ziet er overal, op welk device je ook gebruikt, ziet eigenlijk hetzelfde uit. Je krijgt dezelfde layout te zien. Het dashboard, daar kom je eigenlijk op binnen, zo snel je inlogt. En je ziet eigenlijk meteen hoe het met jouw systeem gaat. Dus je ziet welke attentiedieren zijn er. Je ziet hoe vol je silo's nog zijn en of je eventueel voer bij moet bestellen. En je kunt heel snel bijvoorbeeld even een hek open doen of juist dicht doen. Op afstand, terwijl jij met je telefoon door de stal heen loopt. Wij hebben dit systeem, dit spider-systeem, samen met onze testboeren ontwikkeld. We staan echt met onze lazen in de stal. Ik denk dat we met deze nieuwe update toch een aantal dingen die we misschien in Spider nog wel misten, echt hebben kunnen toevoegen. Dat veel veehouders hier echt baat bij hebben en dat er wat echte nieuwe functies in zitten waar je het systeem naar een hoger plan brengt en eindelijk je boerderij naar een hoger plan brengt. Het spider-systeem wat hierop zit is ideaal in combinatie met het management-systeem wat we hebben. Het past in principe op elk management-systeem. En elk transponder wat de koe ook om heeft. Deze voerbassen zijn geïnstalleerd met het Spider-systeem. Dus de voergiften die hier de koeien krijgen, zeg maar, voer ik gewoon in, staan in mijn management systeem. En die koppelt weer met Spider, zodat alles geregeld wordt. En daar heb je eigenlijk verder ook helemaal niks geen werk mee. Het makkelijke van het Spider-systeem is dat je hebt een soort app op de telefoon. Daarin kun je zien welke koeien hun pasjevoer niet op hebben. Bijvoorbeeld als je een nieuwe vase in de koppel hebt die het krachtvoerbox nog niet kent, dan geeft hij aan dat hij nog restvoer heeft. Dat is makkelijk als je in de stal loopt en je denkt van, ik moet even weten welke koe nog niet bij krachtvoer gaat. Kun je makkelijk even op je telefoon kijken in plaats van dat je naar de pc moet lopen. Verder is een nieuwe aan de nieuwste update is dat je kunt de sluithekken op een automatische tijd dichtzetten. Bijvoorbeeld als ik de diepstrooiboxen in ga strooien. Dan zet ik de sluithekken bijvoorbeeld op een uur dicht, zodat de koeien er dan niet bij kunnen en dat ik er met die shovel rustig langs kan. Het makkelijke daarvan is dat je ze nooit weer vergeet los te doen. In het verleden heb ik wel eens gehad, dan was ik aan het instrooien, deed ik de boksen dicht, kom ik s'avonds bij de melk en dan denk ik, verrekt, ik heb die boksen nog dicht staan. Dus dat is hiermee verholpen. Nieuw aan deze update is ook dat weidegangssysteem. Het systeem weet zeg maar als de koeien een poosje niet in de krachtvoerbox komen, dat ze buiten lopen. En als ze dan na bijvoorbeeld 6 of 7 uur weer binnenkomen, dat ze dan het voer opgespaard heeft, wat ze normaal in die tijd op zouden kunnen nemen. En dat ze dat dan, als ze weer binnen zijn, in een versneld tempo op kunnen nemen.